Hoi allemaal en welkom bij een nieuw tutorial. Het is even geleden dat ik een tutorial heb gemaakt. We zijn vanuit Cubus Puzzle de laatste tijd heel druk geweest met spelletjes. Dus ik denk dat jullie de komende tijd ook wel wat video's van spelletjes voorbij zullen zien komen. Maar de 6x6 Cubus was er eentje die nog niet op ons Cubus kanaal te vinden was. Dus vandaag een tutorial over de 6x6. Het is een kubus die dus geen vaste centers heeft, zoals je kan zien. Dus dat betekent dat er ook weer verschillende soorten pariteit kunnen voorkomen. Ik zal ze allemaal uitleggen in deze video. Voordat we gaan starten, ga ik hem eerst eventjes door de war doen. Zo, zoals jullie zien is de kubus goed door de war. En eigenlijk, zoals met al onze uitleg over het oplossen van een kubus, starten we ook hier met het oplossen van het witte vlak. Er zijn geen echte algoritmes voor deze eerste stap. Wat we gaan doen is, we gaan niet het complete witte vlak oplossen, maar we gaan alleen de vier middelste gaan we oplossen. En hoe je dat het best kan doen is rijtjes maken van vier en die vervolgens invoegen. Het helpt om bijvoorbeeld waar je het invoegt om het horizontaal te doen en de rijtjes dan, om het verticaal te doen en de rijtjes dan horizontaal te doen. Nou, laten we even kijken. Hier zien we er ook twee. Als we die twee gelijk draaien, kan je ze zo samenvoegen. En hebben we hier de eerste. Het helpt trouwens wel om het van links naar rechts of van rechts naar links te doen. Dus laten we even kijken of we een nieuwe kunnen oplossen. Nou, hier zie je er eentje. Die kan daarbij. Kijk zo. Let op dat je die ene die je al had, dat je die niet sloopt. Zo, die kunnen we ernaast zetten. Zoals jullie zien is het een beetje lastig met een 6x6, omdat het een vrij grote kubus is. Deze zit hier. En zoals je ziet, ik los hem nu horizontaal op. En daardoor sloop ik eigenlijk niet deze. Dus dat is handig. Zo, en nu hebben we die. Die zit nu hier. En zo voegen we hem in. En zo ga je dus door tot je het hele witte vlak hebben. Het is soms een beetje zoeken, soms zitten ze hier. En hier hoef je helemaal niet bang te zijn. Ook als je hem zo oplost, hoef je niet bang te zijn dat je hem hier in de war maakt. Dus ook dat zijn weer handige dingen om mee te nemen. Als je bijvoorbeeld ziet dat je die wil je graag daar hebben. Dus dan haal je hem eruit, draai je die. Zo, draai je hem naar de juiste plek en voeg je hem op deze manier in. Dan gaan we op zoek naar de laatste. Dit is die, maar als je hem één slagje draait, zo heb je hem. En nu kan je hem weer hier invoeren. Zoals je ziet, nu heb je hem hier. En nu pakken we het laatste groepje. Dus laten we even kijken. Zo. Zo, die twee naast elkaar. Dat is er eentje voor de zijkant. Zo. Zo, de laatste even zoeken. Die zit hier en dan hebben we die zo. En zoals je nu ziet, denk je, hij zit niet goed. Je kan hem natuurlijk nu ook zo draaien. En zo hebben we het witte vlak. En dit is de eerste stap. In de volgende stap gaan we door naar het oplossen van het gele vlak aan de andere kant van de kubus. Want we weten wit en daartegenover zit altijd geel. Goed, het oplossen van geel is op zich niet zo heel moeilijk. Alleen het gaat precies hetzelfde als wit. Alleen je moet ervoor opletten dat je niet wit kapot maakt. Nou, het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je een blokje wilt invoegen. En dat er dan één is, bijvoorbeeld in dit geval zo. Nou, dan draai je hem dus weg. Draai hem omhoog. Oh, zo. En in dit geval wil je hem boven wit hebben. Dus je zet hem boven wit neer. Je draait hem twee keer, dan is die altijd uit de weg en ook in de lengte richting. En dan kan je die weer samenvoegen. En nu heb je hier de eerste opgelost. Dan gaan we langzaam kijken waar de volgende blokjes zijn. Het is een beetje lastig met mijn camera ertussen, maar je zou zeggen, daar ben je inmiddels toch al aan gewend, maar niks is minder waar. Zo. En daar is de volgende. Zo. Zo, en nu hebben we hem hier weer gesloopt, zoals je ziet. Dus we draaien hem de andere kant op en we voegen hem weer samen. En zo ga je door tot je het volledige gele vlak hebt opgelost. In de laatste stap werkt het natuurlijk niet meer om
om hem weg te draaien. Want ja, als je dat zou doen, dus je zou hem invoegen, je draait hem twee keer en je draait hem weer terug, is er eigenlijk niks aan de situatie veranderd. Wat je dan kan doen, is je kan hem gelijk zetten met een die er al in is gevoegd. Dus wat je eigenlijk doet, is die draai je weg. Dus je voegt een nieuwe in. De andere zit nu op de achterkant. Je draait hem twee keer. Daar hebben we die andere nu gezet. En zoals je ziet, heb je die nu opgelost. Dus ja, als je hem gelijk wil doen, dan zet je hem gewoon gelijk. Draai je hem weg. Draai je twee keer F2. En dan draai je hem weer terug. Zo ga je eigenlijk door. Dus hè, we hebben nu wit en we hebben nu geel. Het helpt om er even een kubus bij te pakken als je niet weet hoe de kleuren eigenlijk zitten. Maar normaal gesproken wit op de onderkant, geel. Wat ik altijd doe is ik ga door met blauw. Dan weten we blauw zit tegenover. En aan de rechterkant van blauw, R, zit rood. Dus het is blauw, rood, groen, oranje. Hoe we hem nu verder gaan oplossen. Ik ga even verder met het oplossen van mijn kubus. Anders wordt het een hele lange uitleg. Maar ik kom wel bij jullie terug als we de laatste twee kleuren moeten oplossen. Want dan komt er eigenlijk een nieuwe moeilijkheid. Met de methode die ik jullie net heb gedaan, het is eventjes oefenen. Daar kan je gewoon mee door met de volgende twee kleuren oplossen. Ik kom terug bij de laatste twee kleuren. Zoals jullie zien ben ik aangekomen bij de laatste twee kleuren. Ja, het is op zich, hè, als wit onder zit. Ik start altijd met blauw, dan werk je blauw, rood, groen, oranje. Dus groen en oranje zijn over. Kom je vaak op een punt aan waarin je nog een aantal blokjes hebt die je wil samenvoegen en wat dan niet lukt. Eigenlijk is daar een mooie methode voor en die ga ik jullie nu uitleggen. In dit geval willen we eerst die buitenste laag fixen. En wat je hier ziet, hier zit één blokje en dat is dat blokje. Dus wat we doen is we brengen hem naar beneden, zodat, hè, dus houd in de gaten, dit is de plek. Zo, we draaien hem weg. Vervolgens naar een nieuwe laag. Vervolgens doen we alleen die ene laag. We doen terug. We zetten hem weer terug. En we corrigeren de laatste laag. En zoals je ziet hebben we nu het ene blokje gedaan. Nou, voor de handigheid zal ik hem nog eventjes op deze manier doen. Dat we nog een keer één blokje gaan ruilen. Dus we pakken nu de middelste. We draaien hem naar de laag waar we hem in willen hebben. We draaien die naar een nieuwe laag. We bewegen de nieuwe laag weg. We doen hem weer terug. We bewegen de nieuwe laag weer omhoog. We bewegen die ook weer terug. En we doen die laag ook. En zoals je ziet hebben we er nu nog eentje die we moeten uitruilen. We kunnen dat op precies dezelfde manier doen. Deze gaat dan hier naartoe. Dus wat we doen is, we voegen hem naar die plek of we brengen hem naar die plek. We draaien hem met een FI in dit geval. Dan draaien we die ene laag weg. We corrigeren hem weer terug. We brengen hem weer terug naar boven. Dan hebben we nu nog één laag om te corrigeren. Je ziet het al. En op deze manier heb je alle vlakken, tussenvlakken opgelost. In de volgende stap gaan we de vier randstukjes oplossen. Eigenlijk lijkt deze stap heel erg op de 4x4 kubus. Ik ga hem jullie uitleggen. Tijdens het oplossen van deze stap wil je dus randblokjes gaan samenvoegen. En dat doe je op de volgende methode. Nou, ik heb er hier even eentje klaargezet zodat het heel erg duidelijk is. Hè. Je hebt hier geel, geel, rood, rood, geel, rood. En hij zit hier al aan de andere kant. Dus wat je nu kan doen, je kan die daar naartoe bewegen. Dus, hè, hij zit dus geflipt, dus je ziet dat hij zo goed zit. Hè, want geel zit hier en dan zit hij erin. Dus eigenlijk, je gaat die rand helemaal fixen. Dus je voegt hem samen. Je brengt hem naar boven. En je vervangt hem eigenlijk met een laag die nog niet gefixt is. En je herstelt weer de kleur. En zoals je ziet heb je nu hè, dat hele stuk opgelost. Nou, we gaan eventjes verder met de volgende kleur. Nou, hier zie je bijvoorbeeld, laten we doorgaan met oranje en groen. En je ziet hier dat hier zit oranje en groen, hier zit oranje en groen. Dit is niet goed, want je wil dit blokje eigenlijk flippen. Zodat hij, en als je hem flipt gaat hij trouwens hier zitten. Dat hij zeg maar samengevoegd kan worden. Want op deze manier kun je hem niet samenvoegen. Want als je hem zo samenvoegt, hè, dan zit hij verkeerd om. Dus daarvoor is een algoritme
laten we zeggen, het flip-algoritme. En dat is R, U, RI, F, RI, FI, R. En zoals je ziet, hè, is hier, hè, die zat eerst hier, heb je hier nu oranje en groen. En kan je die met die samenvoegen. Dus dat gaan we dan ook doen. Je voegt hem samen. We brengen hem naar de bovenlaag en we vervangen hem met een laag die nog niet gefixt is. En we zetten hem weer samen. Nou, gaan we verder op zoek. Hè. Hier was die oranje-groen. Ik zie hier ook een oranje-groen. Dus laten we ze alle twee eventjes naar de voorkant brengen. Zo. En zoals je ziet is die weer geflipt. Dus hè, deze wil je eigenlijk hier hebben met oranje aan de bovenkant. Doen we gewoon weer datzelfde algoritme. R, U, R, I, F, R, I, F, I, R. En zoals je ziet, hier heb ik nu oranje-groen. En we doen eigenlijk weer hetzelfde. We voegen hem samen. En we vervangen hem met eentje uit de bovenlaag die nog niet gefixt is. En nu hebben we er drie gefixt. En moeten we even op zoek naar de laatste oranje-groene. Zou lekker zijn voor de video als ik die wat sneller vind. Hier zit die. Dus nou, die zit ook nog niet goed, zoals je ziet. Dus die flippen we weer. Zo, nu zit hij op de juiste manier. Je voegt hem samen, zo. Je brengt hem naar de bovenlaag. Je vervangt hem met een nieuwe laag. En je voegt hem weer samen. Nou, nu hebben we die ook gefixt. En gaan we gewoon door met de volgende kleur. Hier zien we oranje-blauw. We gaan hier op zoek naar een oranje-blauw. We zien er hier weer eentje zitten. Zit weer niet goed. Je kan dit ook, hè. Je kan ook meerdere blokjes samenvoegen. Maar voor deze tutorial doe ik dat dus niet. Ik zorg dat ik ze gewoon één voor één samenvoeg. Zodat jullie ook eventjes mee kunnen kijken. Zo en zo. En dan doen we er nog één keer eentje voor. Dus laten we even nog op zoek gaan naar de blauw-oranje die er nog ergens zal zitten. Goed, de blauw-oranje zit hier. Die zit al meteen goed. Dus die gaan we samenvoegen. En we vervangen hem met een nieuwe laag. Zo. En zo ga je door totdat je alle lagen hebt opgelost. Tijdens het oplossen kan het natuurlijk voorkomen dat je je bovenkantrandjes al allemaal hebt gedaan. Dus zoals hier, hè, dat je de blauwe hebt gepositioneerd om hierin te voegen. Maar dat je ziet dat je boven geen ruimte hebt. Je kan dan eigenlijk meerdere dingen doen. Je zou een rij kunnen brengen naar de bovenkant om dat op te lossen. Hè, dus hiermee gewoon met één slag heb je eigenlijk al opgelost. En heb je probleem opgelost, kan je hem daarmee samenvoegen. Je kan ook je kubus kantelen, kijken of hier nog wel een rij was. En die is er dan ook in dit geval. En op die manier zou je hem dan ook kunnen invoegen. Hè. Ik deed hem net volgens mij aan de andere kant invoegen. Dus ik voeg hem hier samen. Ik draai hem naar boven. Ik vervang hem met een niet opgeloste rij. En ik corrigeer hem weer. Dus dat kan ook gebeuren. Dan vervang je eigenlijk gewoon een goede rij voor een niet goede rij voordat je hem gaat samenvoegen. Ik ga even verder met oplossen totdat ik nog twee stukken over heb. Tijdens het oplossen kom je natuurlijk van alles tegen. En dit is er ook weer zo eentje. Je ziet hier eigenlijk dat, hè, blauw en geel, blauw en geel. En je ziet hier ook geel, blauw, geel, blauw. In dit geval kan je ze dan ook alle twee tegelijk oplossen. Dan gaat het een stuk verder. Want het is best een... ik positioneer die al eventjes naar de achterkant. Het is best een klusje dat de randjes samenvoegen. Ik vind trouwens altijd heel leuk werk. Dus ik vind dat wel een leuk moment eigenlijk. Dat die randen maken van de 6x6. Maar je voegt er nu gewoon twee samen. Dus ik doe nu die. En ik doe nu deze. Dus daarmee fix ik het hele blok. Ik vervang hem met een nieuwe. En in dit geval corrigeer ik dus ook direct twee. En hiermee heb je hem dus in één keer opgelost. Nou, zoals je ziet, we zijn er bijna. Goed, ja, zoals je ziet, ja, heeft nu, zie je dat hier, dat ze gelijk zijn. Dus als ik hem nu ga flippen, dus ik ga deze flippen, komt hier, kan ik hem wel samenvoegen, maar dan heb ik hem ook meteen in de war gedraaid. Dus laten we even
als voorbeeld groen-geel nemen. Dit is dus de laatste stap. En wat je hier eerst moet doen, is eigenlijk al anticiperen op het feit dat je deze straks daar naartoe gaat brengen. Dus eigenlijk wat je doet, is je brengt hem alvast op de verkeerde plek. Dus zo, je slijst hem 1 terug. Dan ga je hem flippen. R, U, R, I, F, R, I, F, I, R. Nu zie je dat hij hier eigenlijk al op de juiste manier zit. Hè? Je hebt die net geflipt op deze positie. En op deze manier voeg je hem dan samen. En zie je dat hij ook weer direct goed zit aan deze. Nou, datzelfde hebben we eigenlijk hier gedaan. Dus je ziet eigenlijk dat we hem nu, hè, als we dit, dit blokje zit al op de juiste manier. Dat is niet goed, dus laten we die nog eventjes flippen. Dus dat is R, U, R, I, F, R, I, F, I, R. Zo, dus je wil hem eigenlijk nu dus op de juiste manier hebben. Je wil alvast anticiperen dat je hem straks op de juiste manier invoegt. Dus je slijst hem eerst 1 keer terug, de laag die je nodig hebt. En je draait R, U, R, I, F, R, I, F, I, R. En zoals je ziet, daar zitten rood-blauwe en die wil je daar invoegen. En hup, nu heb je hem ingevoegd en zijn al je randstukjes opgelost. Het kan zo zijn, dit is trouwens in 50% van de gevallen, is dit zo, dan is je kubus op deze manier opgelost. Maar het kan ook zo zijn dat je 2 blokjes geflipt hebt. Ik zal even deze situatie creëren, zodat ik het jullie kan uitleggen. In dit geval zie je dat eigenlijk alle randstukjes zijn opgelost, behalve deze pariteit die erin in voor is gekomen. Ja, dat is nou eenmaal zo, dat heb je met een kubus zoals dit. En daar hebben we het volgende algoritme voor. Je houdt de kubus recht voor je en de pariteit naar jou toegericht. En dan doe je het volgende algoritme. Je draait dus deze 2 lagen. Dus dit is RW2, U2, 1, 2. Dan heb je een hele kubusrotatie, een X. Dan heb je weer RW2, U2, RW2. U2, RW2i, U2, L, dus dat is deze LW2, U2. Dan hebben we een, ja je kan het noemen, maar dit is een RWI4, dus je pakt 4 rijen en je draait hem naar jezelf toe. RW4i, U2, en sorry, een RW2, U2 en RW2i, U2 en nog een keer een RW2i. En zoals je ziet, heb je hem nu opgelost en heb je dus de blokjes gedraaid met dit algoritme. We gaan nu door met de kubus gewoon oplossen zoals je dat kent vanuit een 3x3. Dat kan je met de beginnersmethode doen, dat kan je met F2L doen. Dat is gewoon helemaal aan jezelf. Dus je ziet hier, zie je al wit, dus je weet, nou ik wil een wit kruis maken, dus je hebt hier, wit, dan heb je hier dus rood, dus dan wil je hier groen hebben. Nou, wit zit hier, dus wit zo, hebben we hier. He, dus je gaat eigenlijk op deze manier, ga je eigenlijk door met het oplossen van je kubus. Zoals je dat gewend bent vanuit de 3x3, start het met het witte kruis, dan de hoekjes oplossen of de eerste 2 lagen. En je behandelt deze hele middelste laag dus, hè, die middelste blokken behandel je eigenlijk als grote blokken. En je lost hem gewoon op als een 3x3 kubus. Ik ga eventjes door en ik kom bij de laatste laag bij jullie terug, omdat daar weer, ja, in sommige gevallen kan je hem gewoon oplossen als een 3x3, maar in sommige gevallen komen er ook andere situaties voor. Die ga ik jullie laten zien. Ik ga er dus vanuit dat iedereen die de 6x6 wil oplossen ook al een 3x3 kan oplossen. Dat is ook echt het begin van het oplossen van een kubus. Goed, nou het kan zo zijn dat het je gewoon lukt om het gele kruis op te lossen of om het gele vlak op te lossen, dat allemaal zonder problemen gaat. Maar het kan ook zo zijn dat je tegen een pariteit aanloopt en dat is in dit geval het geval. Het kan niet zo zijn dat je 2 of 3 eigenlijk van het kruis wel hebt opgelost en 1 niet. Dus in dit geval hebben we een bijzondere situatie te pakken. Het algoritme dat ik net heb uitgelegd eigenlijk voor het oplossen van de randstukjes. Je kan hetzelfde algoritme gebruiken om dit
deze pariteit op te lossen met alleen een uitzondering dat je alleen maar gebruik maakt van de RW3. Dus je maakt alleen maar gebruik van deze rotatie. Ik zal hem eventjes aan je voordoen. Dus het is, je pakt de 3, RW3, U2, weer een X-kubus rotatie. Dan weer een RW3, U2, RW3, U2, RW3i, U2 en LW3, U2. Een RW3i, U2, een RW3, U2, een RW3i, U2 en nog een keer een RW3i. En zoals je ziet is het nu gelukt om het hele kruis, ja in dit geval het hele vlak, maar het gebeurt ook wel eens bij een 3x3, maar je hebt in ieder geval het hele kruis ook opgelost. Dus de randstukjespariteit hebben we nu behandeld en dat zijn de twee die je alle twee gezien hebt in deze video. Er is nog één bijzondere situatie en dat is dat, dat er een PLL pariteit is. Dus dat deze twee niet goed zitten of deze twee zijn niet opgelost en die twee wel. Nou, dat kan ook niet voorkomen bij een 3x3. Die ga ik jullie ook laten zien. Goed, hier hebben we tijdens het oplossen de laatste situatie die niet goed kan gaan bij een 6x6 kubus. Dat is als, zoals in dit geval, dit kan niet, dit herken je ook niet bij het oplossen van een 3x3, dat die en die geflipt zijn, maar dat die en die wel zijn opgelost. Nou, dat kan niet. Dus hier is ook een algoritme voor. Dit is eigenlijk het makkelijkste algoritme, dus die zal ik even voordoen. Dat is een R3-2, dan een F2, een U2, een RW3-2, een R2, U2, F2 en als laatste nog een RW3-2. En zoals je ziet is die nu helemaal opgelost. Dit waren alle moeilijke situaties die je kan tegenkomen bij een 6x6 kubus. Lukt het toch niet? Laat gewoon een comment achter in de video of stuur ons gewoon een mailtje via kubuspuzzel.nl met een foto erbij. Dan kunnen we je altijd helpen met het oplossen van je kubus. Ik hoop je snel te zien bij een volgende tutorial. Misschien wordt het dus ook over spelletjes. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Spreek jullie snel. Bye!